Emancipate yourselves from mental slavery. Numbered ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Als je van plan bent plantjes te huisvesten in een grow room als deze, waar eigenlijk de zomer wordt nagebootst, moet je met water geven van deze plantjes, zoals deze snelgroeiende gewassen, papoenen, meloenen en komkommers, dienen wij met water geven echt rekening te houden met bepaalde factoren. Je kan natuurlijk niet zomaar een gieter over de plant heen gieten en denken, zo, je hebt water. Daar komt meer aan te pas. Ja, er zijn natuurlijk bepaalde factoren waar je rekening mee moet houden om het wel of niet toe te passen. Natuurlijk is dat niet voor iedereen even duidelijk. Ik zal dan ook proberen in deze video het voor u zo duidelijk mogelijk te verwoorden, in het kort ook wel. Om het u ook als kijker thuis zo goed mogelijk te laten begrijpen wanneer het wel en niet toe te dienen. Bij deze dan ook enkele tips in de video verwerkt. Maar voordat ik verder ga met het vertellen over het water geven, dien je eerst te weten waarom geen water te geven. Als de potten wat groter zijn, zoals deze, waar de sponskomkommer in wordt gehouden op jonge stadium, dan is het belangrijk dat de oppervlakte van de grond wat meer bevochtigd wordt in plaats van onderin. Je geeft dus in dit geval niet van onderaf water. Doe je dat wel, zullen de plantjes bovenin, die nog niet groot genoeg een wortel hebben kunnen vormen, die zullen bovenin verdrogen. We geven dus geen water aan deze potten, aan deze plant op jonge stadium van onderaf. Dit dienen wij enkel te doen van bovenaf. Regel nummer 2. Als je planten in het daglicht staan en het zonnetje schijnt, geldt ook in een kweekruimte, is het daglicht, geef je geen water. Dat weten vrij veel tuinieders wel, maar waarom weten tuinieders vaak niet? Het feit berust erop dat als er een regendruppel of een waterdruppel op de blaadjes blijft liggen en de lamp of de zon schijnt, dan zal dit resulteren als een vergrootglas. Het waterdruppel zal uiteindelijk als vergrootglas resulteren, waardoor het was door het blaadje heen brandt en je plant verbrandt. En dan regel nummer 3. Toch vind ik dit zelf wel de moeilijkste regel om uit te leggen. We hebben namelijk de belangrijkste factoren al een beetje gehad waardoor geen water te geven. De lastigste vind ik toch wel te vertellen is dat als dit soort plantjes met warme temperaturen, denkbaar aan de hoge zomer, toch nog water krijgen, ondanks dat ze in de schaduw zullen staan, kunnen we dit beter afraden. Water geven aan deze planten dienen we enkel te doen als de zon weg is. Dus eigenlijk als het donker is buiten. Dan is het beste moment om deze plantjes te bewateren. Zou je dit doen als de zon enigszins nog schijnt of dat de plantjes in de schaduw zullen staan, dan zal het water uit het blad verdampen. De plant gaat over de vloer heen hangen, verliest de sierwaarde en verdort. Maar natuurlijk zijn er wel genoeg momenten dat je wel kan bewateren van je heerlijke en prachtige snelgroeiende groentegewassen. Zoals deze sponskomkommer. Dit zijn vrijwel de donkere uren van de dag, oftewel de nachturen. Wij gebruiken hiervoor een 1 liter fles die ik gevuld heb met kraanwater. Dit is een 1 liter fles en die kan ik dan ook toedienen aan 1 pot. We geven dus per waterbeurt. Geef ik 1 liter, probeer ik aan te houden als richtinglijn. Zo verdeel ik het een beetje in verschillende gietbeurtes. Maar 1 hele fles per keer, per pot, is toch wel
het meest raadzame voor zo'n 10 liter pot als deze. Als de aarde nu over een dag of twee nog steeds nat is of te vochtig, moeten we toch iets minder water geven. Het belangrijkste is dat je erop let dat de aarde tussen de gietbeurten lichtjes kan opdrogen. Niet volledig, dus als de aarde lichtbruin wordt, dan is het eigenlijk al te ver. Het beste is dus in principe om dit regelmatig te controleren. Doe dit zo'n 1 of 2 keer op een dag. Is het beste. Omdat wij 1 liter flessen gebruiken, die we in principe gerecycled hebben, dus dat hoeven we niet weg te gooien. Dat zorgt ervoor dat we de natuur besparen en dat je in principe voldoende water geeft. En het maakt het makkelijk met het water geven aan je gewassen. Zo kun je heel precies je water geven en heel gedoseerd. Zo weet je ook ongeveer wanneer welke plant hoeveel water wil. Dit kan verschillen per gewas, per soort en per leefomgeving. Bij sponsbekommers is het natuurlijk wel zo, hoe meer de plantjes er bij elkaar in één pot zit, hoe meer water ze zullen drinken. Dit doen ze dan ook aan de oppervlakte. Pompoenen hebben namelijk de neiging, als ze watertekort krijgen, om gele bladeren te vertonen. Dit kan ook aanduiden tot een voedingsprobleem, te veel of te weinig. Door de grond goed te spoelen en goede grond te gebruiken, voorkom je namelijk dit probleem. Als je grond recycelt, als wat we dus hebben toegepast bij deze pompoen, dan heb je kans dat we enige problemen kunnen aanduiden. Het goed spoelen van de grond kan hierbij een oplossing wezen als de plant er al eenmaal in staat. Als je te laat bent met het ontdekken van, oeps, ik heb een verkeerde grond gebruikt, de plant gaat er niet zo lekker op, probeer de grond goed te spoelen. Dat spoelt namelijk je slechte elementen eruit. Dit kan wel enkele weken duren, tot maanden, voordat de plant weer een beetje terugtrekt in zijn normale vorm. En dan waarschijnlijk de meest leuke om te vertellen. Als je gaat verplanten of van plan bent te verplanten, dan is het belangrijk om de plantjes daarvoor voor te bereiden. Daarvoor gebruik je ook dezelfde techniek. We gebruiken hier ook bij deze 11x11x12 centimeter potjes, gebruiken we ook 1 liter. Onder deze potjes zit namelijk een grote schotel die het water opvangt. Dat zorgt ervoor dat je de onderkant van de potjes onder water kan laten staan. Dat geeft de plantjes een voorsprong alvorens te verplanten of te verpotten. Dat resulteert ernaar dat de plantjes al het water in hun bladeren en stengels hebben kunnen sturen, waardoor de aarde nat genoeg is en de plantjes voldoende hebben kunnen drinken, zogezegd, om op kracht te komen om het verplanten te vermakkelijken. Dit zorgt ervoor dat de plantjes minder snel gaan hangen na het verplanten.